Welkom, beste trawanten en trawantinnen, bij dit volgende college, Hydrogen and Fuel Cells. We zijn al bijna klaar. We zijn aangekomen bij, wat is het, les 5. We gaan weer kijken naar die Balance of Plant. Vorige week hebben we gekeken naar de Balance of Plant voor een normaal systeem, zoals we dat kennen uit de geschiedenis. Dus we hebben een energievraag, we hebben een productvraag en we gaan ervan uit dat we oneindig energie hebben. We hebben al kort wel even gekeken van hoe kan je die energie nou efficiënt gebruiken? Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een warmtewisselaar en gebruik te maken van een compressie in meerdere stappen, zodat je dus je energie beter kan benutten in je systeem, zodat je systeemrendement omhoog gaat. Dat is natuurlijk altijd heel erg nuttig. Omdat je op deze manier gewoon meer euro's verdient per uitgegeven kilowatt of uitgegeven kilowattuur. Maar vandaag gaan we verder induiken op een belangrijk onderdeel in de energietransitie. Want dat is namelijk, in de energietransitie is er niet meer sprake van een aanname dat je mag zeggen dat er oneindige stroom aan energie inkomt, constant, wanneer je maar wilt, en een oneindige stroom materiaal, wanneer je maar wilt. Dat is gewoon niet meer zo in de toekomst. En daardoor is het noodzakelijk om dus veel nauwkeuriger te kijken van hoe kan ik, als ik niet alleen maar hoef te balanceren op euro's, maar ook moet balanceren op energie en op massa, hoe kan ik dan mijn systeem optimaal vormgeven om toch het beste eruit te kunnen halen wat erin zit? En dat is echt een van de grootste vraagstukken van de komende 50 jaar. En dat is dus vandaag de Balance of Plant with Renewables. Waar gaan we het over hebben? Hier even een aantal puntjes. We gaan eerst eens even kijken van hoe dat dan zit met die wisselende energie die optreedt in ons systeem en hoe we daarmee om kunnen gaan. We gaan kijken wat voorbeelden zouden kunnen zijn van systeembuffers die we dus moeten gaan inbouwen om die wisselende energie op te kunnen vangen. Want zoals wij weten zijn de meeste fuel cells en electrolytes vinden het verschrikkelijk om wisselende energie input te hebben. Daar moeten we dus op een bepaalde manier mee omgaan. Maar ook niet op een manier mee omgaan dat we ergens anders weer gigantisch veel grondstoffen gebruiken. Nou, dat doen we voor een aantal type electrolyzers. En daarna wil ik nog even kijken naar de systeemefficiëntie van verschillende onderdelen. En hier gaat het echt om dus de balans tussen het opwekken, het gebruiken en het genereren van hetgeen wat je nodig hebt vandaag. Laten we eens eventjes gaan beginnen met het onderzoeken van die fluctuerende energie. Ik heb hier een heel mooi plaatje gepakt uit de Energy and Environmental Science blad 4 2018. En wat zien we in dit plaatje? We zien hier eigenlijk aan de linkerkant zien wij wat de fluctuerende energie is over het jaar. En aan de rechterkant zien wij wat de fluctuerende energie is over een dag in de zomer en in de winter. We hebben blauw, geel en rood. Blauw is de windenergie. Geel is de zonne-energie. En rood is de vraag. En dat is de hele energievraag. Nou, oké, we gaan eens even kijken. Dan zien we nog een onderscheid tussen verschillende delen. We zien ten eerste de buitenring, het lichte overal. Dat is de wisseling. De toppen en de minussen met elkaar tegen elkaar uitgezet. We zien daarna lichtblauw in dit geval. Dat is dus waar het gros van de punten, van de meetpunten ligt. En we zien het blauwe, dat is het gemiddelde. We zien dus voor de windenergie dat er een gigantisch bereik is in de fluctuatie bij energie die er beschikbaar is en wordt gewonnen. Dit is de energie die beschikbaar is. Niet die energie die gewonnen wordt, my bad. We zien dat als we gaan kijken naar waar dan die mediaan ligt, dat dat al een stuk dichter bij elkaar ligt. Maar we zien dat we ook als we over het jaar gaan kijken, dat er nog best wel fluctuatie kan zijn in de maand. En ook als we dus over het hele jaar gaan kijken, zien we dus dat er tussen januari en april redelijk wat wordt geproduceerd. Dan hebben we een dipje tussen mei en september. En vanaf oktober komen we weer op een wat hoger niveau.
Bij de zon is het precies andersom als de wind. Het heeft natuurlijk te maken met de getijden, de jaargetijden. De afstand van de aarde tot de zon. En we zien dus dat die zon, ja, die is een stuk berekenbaarder natuurlijk. Eigenlijk de hoeveelheid zon is alleen maar afhankelijk van onze afstand van de aarde tot de zon en de hoeveelheid wolken die er zijn. En je ziet dus dat je met de zon een heel mooie sinus bijna krijgt voor het genereren van die energie. En die van die wind die is al een stuk meer verstoord. Omdat eigenlijk windenergie ook ontstaat door zonne-energie. Hè? Want die zon die warmt de wind op, waardoor die wind van hoge drukgebieden naar lage drukgebieden gaat stromen. Dus eigenlijk is windenergie ook gewoon zonne-energie. Maar doordat er dus een extra stap tussen zit, wordt dat hele patroon een stuk meer verstoord. Nou, dan gaan we eens kijken naar de vraag. En wat zien we bij de vraag? De vraag die fluctueert ook, maar een stuk minder. Wat we zien is dat wij in de vroege maanden van het jaar meer windenergie hebben dan de vraag. En we hebben laat in het jaar hebben dat hetzelfde, maar tussendoor hebben we veel minder windenergie dan onze vraag is. Als we naar de zon gaan kijken, is dat precies andersom. We hebben vroeg en laat in het jaar te weinig zon om onze energievraag aan te kunnen vullen. En we hebben in het midden van het jaar veel meer zon dan onze energievraag nodig hebben. Dus wat je ziet is dat je eigenlijk een combinatie hebt van zonne-energie en windenergie om die fluctuaties op te vangen. Maar dan moet je ook maar net een net hebben om dat te kunnen verwerken. Nou, en als we nu eens gaan kijken naar die energie in de zomer en in de winter, dan zien wij natuurlijk dat er een hele constante energievraag is in de winter. En je zou moeten aannemen, je ziet het hier niet zo heel duidelijk, wat ik opmerkelijk vind, is dat er in de dat je overdag is er een grotere energievraag dan 's nachts vanuit de consument. Maar we hebben natuurlijk ook allemaal computerservers, hebben we draaiende 24 uur per dag. Beeldschermen staan aan, we hebben gewoon een gigantische energievraag. Altijd. En wat je ziet eigenlijk hier heel voorzichtig in, is dat je 's ochtends, als iedereen wakker wordt, een grote energievraag is, dan daalt het wat door de dag heen, want dan is iedereen op zijn werk en de service en computers stonden toch al aan. En 's avonds heb je ook weer een hele kleine stijging. Nou, dan heb je dus in de zomer heb je iets soortgelijks. Dan zie je dat men wat later leeft, dus dan heb je ook weer wat meer een sinusvorm. En als we dan vervolgens de energie gaan vergelijken tussen zomer en winter, dan zie je natuurlijk dat je in de zomer gigantisch veel zonne-energie beschikbaar hebt overdag. Maar dat 's avonds eigenlijk gewoon helemaal uitgaat, omdat die zon dan natuurlijk verstopt achter China. En de windenergie die is er eigenlijk altijd. Het waait 's nachts wel wat minder, maar het blijft altijd wel stromen. En daardoor is bijvoorbeeld windenergie wel heel erg goed geschikt voor een heel erg langdurig, continu proces, zoals bijvoorbeeld een electrolyzer. Ja? Maar goed, we hebben nu in ieder geval inzicht gekregen in dat er een heel erg groot verschil is tussen de beschikbare energie uit verschillende bronnen en tussen de vraag die we hebben als consument. We hebben altijd een bepaalde baseload die altijd nodig is, dus daar kan je mooi op sturen. Maar toch, die fluctueringen moet je ook opvangen en dat is natuurlijk iets wat lastig is zonder opslag van energie. Nou, en als we nu eens wat gaan inzoomen in die vraag naar energie, dan zien wij het volgende. We hebben de rode lijn in deze grafiek is de vraag van onze energie. Hourly supply and demand with storage. Dus dat is de vraag en aanbod die we hebben van energie. We zien dat we wind is groen. Dat is onze beschikbare energie. Zon is geel. Nou, zie je natuurlijk die sinussen, zie je terugkomen over een dag. En vervolgens zie je dat er een groot verschil is op sommige plekken tussen de energie die beschikbaar is en de energie die we nodig hebben. En die plekken die zouden we moeten kunnen opvullen met opgeslagen energie. Maar ja, die energie die moet je natuurlijk ook ergens opslaan. En dat zie je hieronder aan de grafiek. Op de punten wanneer er veel meer energie beschikbaar is, zou je dus die energie die over is kunnen gebruiken om op te slaan, om die dus op een andere tijd te kunnen gebruiken. En dit zijn vraagstukken waar we in de toekomst heel erg veel mee te maken gaan krijgen. Olie is lekker makkelijk. Een gasturbine zet je aan of die zet je uit.
Of die kan je, een gasturbine kan in een paar seconden opstarten of geschakeld worden. Een kolencentrale is een heel ander verhaal. Maar wat we nu bijvoorbeeld zien, is dat die baseload die we hebben voornamelijk door kolencentrales worden gedaan. En die snelle fluctuaties die we hebben, die worden gedaan door gasturbines en wisselingen van frequenties in het net. Daar ga ik nu verder niet op in. Maar dat gaat natuurlijk veranderen. We moeten straks, hebben we niet meer die knop die we in één keer aan en uit kunnen zetten. Want zoals we weten, opslag van energie, dat heeft een hele lage efficiëntie. En of het kost heel erg veel materiaal. Want als we gaan opslaan in waterstof, moeten we heel veel stappen doorlopen, heel veel efficiëntieverlies. En als we gaan opslaan in batterijen, dan hebben we heel veel kostbare metalen nodig om die elektronen vast te kunnen houden. En dat is dus ook weer in de massa die we nodig hebben een probleem. En dit vraagstuk, daar moeten we dus de komende jaren echt steeds meer naar gaan kijken. En er is dus een hele grote vraag uit de industrie. Hoe moeten we dit oplossen? En niemand weet het nog. Want iedereen zit een beetje op elkaar te wachten. Nou, als wij dan naar zo'n systeem gaan kijken. Bijvoorbeeld wat jullie zien op de Noordzee. Dan zie je dus over een bepaalde periode van een dag, zie jij fluctuerende energie. Die je hebt. Ja, je hebt ook een bepaalde energievraag en die wil je het liefst constant hebben. Dus je moet dus ook eens gaan kijken van, nou oké, hoe kunnen we nou die energievraag zo instellen dat die eigenlijk op het gemiddelde ligt van onze productie. Want we willen namelijk in de tijden dat wij een energievraag hebben, willen wij niet een gasturbine aangezetten. We willen opgeslagen energie gaan gebruiken vanuit een andere locatie. Daar moeten we dus rekening mee gaan houden. Nou, en hier is bijvoorbeeld een productionprofiel dat je kan hebben vanuit de wind. En jij wil bijvoorbeeld vanuit jouw electrolyzer, wil jij een constante vraag aan energie hebben. Dus wanneer moet je gaan kijken, waar ligt nou eigenlijk die vraag van die energie, zodat ik altijd constant kan gaan leveren. Het is dus niet zo dat als jij voor jouw windpark een aantal windmolens hebt neergezet, dat je natuurlijk vanuit kan gaan dat die rated power van die windturbine, dat de power is die altijd levert. Dat is bij lange na niet zo, niet waar. Dat hebben jullie natuurlijk gezien door die powercurve te vermenigvuldigen met je Weibull-curve. En daar moet je ergens een gemiddelde in kiezen. Nou, dat kan je op verschillende manieren, kan je dus een afweging gaan maken tussen de energie die je nodig hebt en de energie die je op moet gaan slaan. En de ene manier is dat je dus gaat zeggen, nou oké, we hakken gewoon die hele centrale door de helft. En we zorgen voor een constante baseload door opslag van energie. Groot voordeel daarvan is natuurlijk dat je altijd de constante stroom van energie hebt. Probleem is dat je gigantische opslag nodig hebt, want al die energie die over is aan de ene kant, die moet je aan de andere kant ook kunnen opslaan. Dus dit vraagt om gigantische opslag. En ook moet je natuurlijk altijd veel kunnen leveren. Dus ook moet je niet alleen maar veel kunnen opslaan, maar je moet ook heel veel kunnen leveren in één keer. Want als dus de wind niet waait, moet je dus van nul tot en met de helft van je power kunnen leveren. Dus dat vraagt én grote opslag én grote discharge. En dan hebben we het alleen maar over één dag in dit plaatje. Nog geen eens over seizoensafhankelijkheid. Een andere manier om met die energievraag om te gaan is natuurlijk om te zeggen, nou oké, we hebben op deze manier wel een hele gigantische batterij nodig. Wat voor batterij dan ook, hè? Heb je niet alleen maar lithiumbatterijen. Je kan ook lucht onder compressie opslaan. Je kan water naar een hoger niveau tillen. Wat dan ook. Je moet opslaan, in ieder geval. Je kan ook kijken van, nou oké, weet je wat, als er helemaal geen energie wordt geproduceerd, dan gaat die hele centrale gewoon uit. Dan heb ik een veel kleinere batterij nodig. Probleem is dan wel dat je hem iedere dag moet aan- of uitzetten. Het voordeel is, je hebt een kleinere batterij nodig. En je hebt bijvoorbeeld ook weer wat tijd om onderhoud uit te voeren. Dat zijn allemaal keuzes die je kan maken. Maar je ziet dat je nu natuurlijk een veel kleiner vermogen moet opslaan of een veel kleinere power output moet hebben. En je doet ook wel je energievraagstuk hiermee oplossen. En je kan dus weer, moet je weer rekening gaan houden met, oké, hoe zit die fractie dan precies? Een andere mogelijkheid is een centrale te kiezen die perfect aansluit op je energievraag. Maar dat vraagt dus om
een electrolyzer die gigantisch snel kan schakelen. Bijvoorbeeld een PEM is dat, kan dat. Maar er zitten ook weer hele grote nadelen aan een PEM. Is dat het dus die electrolyzer verschrikkelijk duur is. Het voordeel ervan natuurlijk is dat je nauwelijks opslag nodig hebt. Waardoor je dus weer daarin bespaart. Hier heb ik even het voorbeeld neergezet uit dat boek dat we gebruiken van hoe lang het duurt voor een PEM om op te starten. We zien hier op T is 0 zien wij dat die PEM wordt aangeschakeld. We zien dat eerst een aantal systemen gaan draaien om die PEM werkende te krijgen. Dat duurt een seconde of 200. Vervolgens wordt die PEM op druk gezet. De inwendige druk gaat stijgen. Zo. En bij ongeveer 450 seconden hier begint die PEM eindelijk met het produceren van waterstof. Dus het is voor zo'n cel, een PEM en een alkaline fuel cell, redelijk snel mogelijk om te schakelen. Als we naar andere type cellen gaan kijken, zoals de phosphoric acid fuel cell of de phosphoric acid electrolyzer, dan zie je dat dat systeem een stuk minder snel regelbaar is. Je moet dus vervolgens gaan kijken van oké, hoe kunnen we dat systeem toch aanpassend krijgen op onze energie-output. Nou, dan kunnen we bijvoorbeeld gaan kijken naar zo'n soort diagram. En een groot voordeel hiervan is natuurlijk dat die phosphoric acid fuel cell behoorlijk goedkoop is. Er zit nikkel in, er zit een vloeibaar zuur in. Veel makkelijker om te hanteren, maar je hebt dus een buffer nodig waar je aan moet denken. En wat dus jullie taak is om na te denken, wat voor buffer gaan we dan eigenlijk gebruiken? Wat is er beschikbaar? Gaan we batterijen gebruiken? Het kost weer een hoop lithium. Hoeveel batterijen moet ik dan eigenlijk gaan gebruiken? En aan de andere kant, hoeveel extra ruimte kost dat dan op mijn platform? Want op die ruimte, daar kan ik geen electrolyzers neerzetten. Wat je ook kan doen, is kan zeggen, nou, we hebben een heel groot gasveld. We gaan daar waterstof op zetten. En dat waterstof zetten we onder druk. Nou, met die druk kan je ook weer wat. Bijvoorbeeld, alleen neemt de druk weer in je veld af. Het is altijd afwegingen maken. En dat is echt de hele grote vraag die voor jullie staat in de energietransitie. Is constant afwegingen maken. Tot slot hebben we ook nog de solid oxide fuel cell en de molten carbonate fuel cell. En dat zijn natuurlijk de electrolyzers die gewoon op 800 graden werken met een hoge druk. Nou, en dat zijn natuurlijk hele grote langlopende treinen die je gewoon gaande moet houden. En daar kan je niet veel in schakelen. Dus als je hier dus mee aan het werken bent, dan moet je dus gaan bedenken van oké, hoe kunnen we dit systeem dus dag en nacht werkende houden. Dus ik heb hier alleen nog even over de dagveranderingen. We gaan straks even kijken naar de seizoensverandering. Want daar heb je natuurlijk ook nog een vraagstuk die je moet beantwoorden. Gaan we ervoor kiezen om het hele jaar hetzelfde te produceren? Of gaan we afhankelijk aan onze beschikbare energie daar een afweging in maken? Nou, als we bijvoorbeeld gaan kijken naar batterijen, dan zijn daar heel veel verschillende mogelijkheden om die energie daarin op te slaan. De energie die in een batterij zit, die vinden we natuurlijk door de power. En dat is het voltage dat die levert keer de current dat die levert. Om dat te kunnen heb je natuurlijk ook een bepaalde hoeveelheid kabels nodig. Want ik weet niet of jullie het sommetje wel eens hebben gehoord waarom er altijd problemen zijn met het opladen van elektrische auto's. Dat komt gewoon omdat die zo'n gigantische energievraag hebben dat die elektriciteitskabels die je in je auto plugt gewoon niet meer te dragen zijn. Ja, daar moet je dus wat mee oplossen. Dus hier in jullie fabriek misschien een wat minder groot probleem, maar je moet er wel over nadenken. Meer power betekent meer kabel. De capaciteit die je in een batterij hebt, die moet je natuurlijk ook kunnen bepalen. En die vinden we door E is je power keer je tijd. Dat is natuurlijk hoeveel power wil je leveren over een bepaalde tijd. En daarmee kan je de capaciteit van een batterij berekenen. Batterijen hebben ook een efficiëntie. Batterijen hebben ongeveer een efficiëntie van 90%. Alleen, je moet natuurlijk wel opladen en ontladen. Dus je hebt dan een efficiëntie van 90% kwadraat. Want je maakt twee stappen. Dus let daar ook op. En op deze manier kan je dus, als je ervoor kiest om een batterij te gebruiken, kan je dus zeggen, nou oké, zoveel power hebben we nodig. Zoveel capaciteit hebben we nodig. Dit zijn mijn verliezen in het systeem. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog een keuze te maken in wat voor type batterij gebruiken we dan. Want verschillende type batterijen hebben verschillende soorten energiedichtheid. En hier zie je het bijvoorbeeld.
We zien op onze X-as zien we de specifieke power. Dus dat is het hoeveel watt dat je kan opslaan. Of sorry, kan produceren per kilogram massa. En aan de andere kant zie je de specifieke energy in wattuur per kilogram. Dus dat is hoeveel je eruit kan pompen over een tijd. Dus dit is opslag en dit is hoeveel er kan ontladen in een bepaalde tijd. Nou, dan heb je fuel cells. Kan je natuurlijk ook gebruiken als batterij. Doe, waarom niet? Hè? We gebruiken electrolyzers. We kunnen ook fuel cells gebruiken. Om waterstof op te slaan, dat weer te gebruiken. Lead-acid batteries zitten allemaal in je auto. Grote batterij kan je veel in opslaan. Lekker goedkoop. Lithium-ion. Hele mooie oplossing. Veel opslag. Snelle output. Verschrikkelijk duur. Lithium. Vliegwielen. Heel efficiënt. Hele grote energieopslag. Maar het is lastig om daar langdurig energie uit te krijgen. Maar wel een hoog rendement. Vliegwielen worden bijvoorbeeld in ziekenhuizen gebruikt heel vaak. Dat het moment dat de stroom uitvalt in een ziekenhuis, dan is er meteen op dat punt een gigantische vraag van energie. Omdat er allemaal mensen aan de beademing liggen en dergelijke. En een diesel backup die er dan is in een ziekenhuis, die moet eerst nog opgestart worden. Nou, die overbrugging van altijd een minuut of vijf, die wordt in ziekenhuizen bijvoorbeeld gedaan door een groot vliegwiel. Dus overal in de kelders van ziekenhuizen staat een heel groot vliegwiel. Dat zouden jullie ook kunnen gebruiken voor hele langzame fluctuaties, of hele snelle fluctuaties bijvoorbeeld. Supercapacitors en ultracapacitors, die kunnen we natuurlijk ook nog gebruiken. Gigantische grote discharge van energie, maar een hele kleine opslag van energie. En naarmate de toekomst dichterbij komt, komen dus die supercapacitors komen dichterbij. Wat dus wel de ultieme oplossing zou kunnen zijn voor onze opslag van energie. Maar die hebben we nog niet. En helemaal aan de rechterkant, je kan natuurlijk ook gewoon een gasturbine neerzetten. Als je dat wil. Het is ook een mogelijkheid. Een gasturbine kan je ook gewoon waterstof in stoppen. Wat je wil. Nou, als we dus naar dat systeem gaan kijken, er zijn natuurlijk veel verschillende mogelijkheden om dat systeem te ontwerpen. Velen van jullie hebben daar ook al naar gekeken. Want als je dus een electrolyzer gaat neerzetten, kan je natuurlijk één big-ass electrolyzer neerzetten. Maar we weten, die electrolyzers zijn heel erg lastig. Aan te sluiten op wisselende energie. Dus wat je kan doen, je kan je systeem ook opsplitsen in meerdere losse systemen die dan los van elkaar liggen. Maar daar moet je dan ook weer keuzes in maken, want hoe ziet je systeem er dan uit? Nou, hier heb ik een paar grafische voorbeelden voor jullie neergezet. We hebben ten eerste dus die energievraag en het energieaanbod. En we hebben heel erg veel verschillende electrolyzers. Electrolyzer 1.1 tot en met IJ. Wat we dus zien is dat die electrolyzers heel slecht afhankelijk zijn van variërende energieinput. Dus we moeten hier een afweging in gaan maken. Hoe kunnen we die electrolyzers zo gaan inzetten dat deze optimaal gebruik kunnen maken van de suboptimale omgeving die we hebben? Nou, dan kan je jezelf een aantal vragen instellen. Deze flowchart is wederom overgenomen uit dat electrolyzerboek wat jullie hier tot jullie beschikking hebben. Loop er eens doorheen voor je eigen systeem en kijk hoe je je systeem hierin het beste kan ontwerpen. Want hier zie je dus precies aan het uiteinde wat voor jullie de optimale keuze is. Nou, één keuze die je zou kunnen maken is bijvoorbeeld, we hebben in de zomer, kijken, is het in de zomer? Nee, in de lente heb je bijvoorbeeld heel erg veel energie beschikbaar uit je wind. En dan kunnen al je centrales maximaal output leveren. Dat is hartstikke mooi, lekker veel energie heb je dan en dan kan je met heel erg veel moleculen aan de slag. Maar vervolgens heb je dus een probleem, want als we dus in de winter of in de zomermaanden aankomen, als er minder beschikbaar is aan energie, dan moet je dus al je stacks moet je op half vermogen laten draaien. En dan heb je dus heel erg veel verliezen in je efficiëntie. Dat wil je niet. Eén oplossing zou bijvoorbeeld dan kunnen zijn, is weet je wat, we zetten een groot deel van onze stacks uit. En die andere, die laten we dan wel volledig draaien. Daar kan je ook weer in gaan. Aanpassingen in maken natuurlijk. Wat je kan zeggen,
een hele rij, die doen we de baseload laten verzorgen. En een ander deel van die rij, die laten we wel weer wisselen, zodat we wel altijd die energievraag aan kunnen. Wat ook een mogelijkheid zou kunnen zijn, is dat je je stacks ontwerpt op de tijd dat je minder produceert. Daardoor heb je dus minder electrolyzers nodig en daardoor ben je dus ook minder geld kwijt. Er is alleen dan een bepaalde tijd in het jaar waar je niet al je energie kan gebruiken. Maar goed, is dat erg? Het draait uiteindelijk om euro's. En hier zie je dat voorbeeld. Het is mogelijkheid om ook gewoon natuurlijk gewoon energie weg te gooien. Dat kan ook wel gewoon de beste keuze zijn. Het is misschien niet de beste keuze om altijd je systeem te ontwerpen voor de optimale productie, maar meer uit te gaan van het gemiddelde of het laagste. Ja? Ik ga ook niet mijn uitgavenpatroon in euro's baseren op die ene maand in het jaar dat ik een dubbel salaris krijg omdat er dan een bonus is. Dat zou slecht zijn, want de andere tijd van het jaar ben ik dan royally de sjaak. Ja? Ja, en hier draait het dan allemaal om, hè? Hoe ga je je uitgaven indelen? Je hebt een initiële kosten van het aanschaffen van je centrale. Je hebt een efficiëntie waar je rekening mee moet gaan houden. Je hebt het onderhoud waar je rekening mee moet gaan houden. Je hebt een power output waar je rekening mee moet gaan houden. En samengevat is dit de levelized cost of energy. En daar kom je dus uit van, oké, we hebben de totale kosten over de levensduur en dat delen we door de totale productie of de opbrengst over de levensduur. En zo vind je dus je variërende kosten. En zo worden eigenlijk alle energiesystemen met elkaar vergeleken. In de geschiedenis is het natuurlijk alleen maar van, oké, wat kost zo'n centrale, wat is het onderhoud en wat komt eruit aan euro's. Maar we moeten dus nu hier dus ook rekening gaan houden met schaarste van energie en moleculen. Daarnaast heb je natuurlijk ook keuzes die je dient te maken met het gebruik van transformatoren. Want iedere keer als jij energie aan het omzetten bent, dan maak je weer verliezen mee. Zo'n windturbine, daar komt AC uit, maar daar kan je ook DC uit laten komen. Wat je wil, hangt af van je keuze van je transformator. Ga je dat DC naar DC, ga je het amperage en het voltage verhogen, zodat je je energie beter kan transporteren, waardoor het goedkoper wordt, kan je doen. Je kan het ook van omzetten van AC, of eerst AC gebruiken, daarna omzetten naar DC. Want zoals jullie volgens mij al hebben gezien in de windcursus, is dat je direct current kan je heel makkelijk over hele grote afstanden transporteren. Terwijl alternating current veel meer verliezen heeft. Omdat je bij direct current alleen maar weerstandverliezen hebt en bij alternating current heb je ook inductieverliezen. Daar zijn ook allemaal keuzes die je in kan maken in het optimaliseren van je centrale. Dus let ook op de individuele stappen die daartussenin zitten. Je hebt niet direct energie die uit je windmolen komt die je kan gebruiken. Je hebt ook omzetstappen. Je pomp, daar kan je natuurlijk ook nog keuzes in maken. Gaan wij pompen kopen die altijd ons maximale debiet kunnen leveren? En gaan wij daarin wisselen in onze hetgeen wat we pompen? Maar dan zie je natuurlijk dat die pomp, daar hebben we een pomp met een pompcurve te maken. En als die pomp buiten zijn optimale punt werkt, dan zal die pomp steeds grotere verliezen hebben. Hier heb ik het even weergegeven voor een waaierpomp. En hier zijn de verschillende typen verliezen die op verschillende locaties in die pomp optreden. Dat is ook iets om rekening mee te houden bij de keuze van een pomp. En hou daar dus ook rekening mee met je ontwerp. We hebben gigantisch veel pompen nodig. Hoe kan je die nou optimaal gebruiken? Bijvoorbeeld, we hebben een pomp. We kunnen één gigantische pomp neerzetten die op de tijden dat onze maximale energie beschikbaar is, dat die dan volledig operationeel kan zijn. Maar ja, andere tijden van het jaar hebben we daarin dus heel veel verliezen. Dus wellicht is het dan ook interessanter om meerdere pompen te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld dit, hetzelfde systeem waar we het al over hebben gehad. Pompen die uitstaan in de winter, pompen die op half mogen werken en pompen die altijd optimaal werken. En zo zit dat natuurlijk ook voor je waterzuiveringssysteem. Of het nu reverse osmose is of dat het een ander systeem is zoals vacuümdestillatie. Denk hierover na. Hoe kan je optimaal gebruik maken van die fluctuerende energie? Heat exchangers, zelfde verhaal natuurlijk. Je hebt aan de ene kant van het jaar heb je een andere productie dan op de andere tijd van het jaar. En dan heb je dus ook dat je anders gebruik gaat maken van je warmtewisselaar.
als je minder energie genereert, of als je minder waterstof genereert, hoef je ook minder waterstof samen te drukken, wordt er minder overtollige energie geproduceerd. En heb je dus ook dat je waterstof andere eigenschappen krijgt. Hierop moet je ontwerp aanpassen. Zo ga je ook door voor je compressors, enzovoort, enzovoort. Dus kijk naar je systeem, kijk naar alle individuele stappen. Hoe kan ik omgaan met die fluctuerende energie? Wederom. Wat je ook kan doen is, we hebben alleen maar gekeken naar systemen die los van elkaar staan. Maar je kan natuurlijk ook systemen in serie zetten achter elkaar. Zodat je dus in meerdere stapjes toch minder verliezen hebt. Ga je twee pompen naast elkaar zetten met een bepaald debiet? Of ga je twee pompen achter elkaar zetten in serie, zodat je minder verliezen hebt? Dat zijn ook keuzes waar je naar kan kijken. Tot slot hebben we natuurlijk ook al naar die compressor gekeken. We hebben al gekeken van, die compressor die wordt efficiënter als we in meerdere stapjes die onze waterstof gaan samendrukken en tussendoor dat waterstof laten afkoelen. Maar je kan natuurlijk ook hier weer keuzes in gaan maken. Gaan wij nog meer stapjes doen? Gaan we meerdere compressorsystemen neerzetten die we dus in de zomer en in de winter los van elkaar laten opereren? Zodat we dus meer energie kunnen opslaan. Ja, dat was het even voor deze les. Zoals ik al zei, het was dus niet echt heel erg uitgebreid allemaal. Dat komt eigenlijk omdat de boodschap denk ik redelijk duidelijk is. We hebben nu gekeken naar een energiesysteem waar we altijd constant energie hebben. Maar nu gaan we dus dat systeem aanpassen. Hoe gaan we om met die fluctuerende energie? Dus als het goed is, hebben jullie nu al die voorgaande stappen af. En nu kunnen we dus opnieuw naar die stappen gaan kijken. Hoe kunnen we deze stappen optimaliseren voor wisselende energie? Dan doen we het volgende. We gaan onze plant updaten. Zodat we dus de dag en nacht en zomer en winterwisselingen, dat we daarmee aan kunnen. Daar moet je dus ook keuzes in maken. En je kan daar dus ook extra verliezen in krijgen aan de ene kant van het jaar en aan de andere kant van het jaar niet. Maar die keuzes moet je allemaal maken en bespreken en berekenen. Ga dus ook als onderdeel van deze opdracht kijken naar batterij. Hoe ga je die energie opslaan? En dan hoef ik dus niet per se alleen maar te kijken naar batterij in de vorm van een traditionele batterij zoals die in onze telefoon zit. Maar we kunnen dus ook gaan kijken naar CAES, Compressed Air Energy Storage. Vind ik ook helemaal prima. Je kan ook zeggen van we gaan een fuel cell gaan we inbouwen. Om die waterstof te gebruiken om die fluctuatie op te passen. Het kan allemaal. Maar denk erover na en maak een gegronde keuze. Er is geen beste oplossing. Het is alleen belangrijk dat je goed je oplossing kan beargumenteren. Yes? Ga dus voor die plant de volgende 4 cases na. Dag, nacht, zomer en winter. Gaan we kijken hoe we die nieuwe energy flow eruit ziet. Hoe die nieuwe massastromen eruit ziet. Ga kijken hoe die pompen erop reageren. Ga kijken hoe eventuele hitters erop reageren. Ga kijken hoe je reverse osmosis systeem erop reageert. Ga kijken hoe je warmtewisselaar erop reageert. En kijk hoe je compressor erop reageert. Want we gaan nu dus ons systeem zingeving geven zoals die daadwerkelijk op ons platform wordt geplaatst. En hou dus ook nog steeds in de gaten dat het allemaal moet passen. En kijk dan eens hoeveel energie je kan produceren. Want dit is de laatste stap. Vervolgens ga dus kijken naar je plant efficiency en bereken wat je jaarlijkse energieoutput is en wat je energieoutput over het jaar is. Want nu komen al die systeempjes in één keer bij elkaar. En dat is het lastige van die energietransitie. Tot op het punt dat je het antwoord hebt, heb je verschrikkelijk veel onzekerheden waar je veel aannames mee moet nemen. En op een gegeven moment komt alles bij elkaar. En dan moet het ineens allemaal passen. En dat is een hele grote puzzel. Maar ik denk wel een hele interessante puzzel gezien de toekomst waar we voor staan als mensheid. Dat was het allemaal. Dank voor jullie aandacht.